Wat is er aan de hand in de Nachtegaalstraat in Onstlusdijk? Dat willen de fracties van Westland Verstandig en de LPF nou wel eens weten. Dinsdagochtend om 5 uur viel de politie een woning binnen, maar er was niemand thuis. De partijen zijn ongerust. Ja, volgens ons speelt er al sowieso iets veel te lang. We zijn al een klein jaartje bezig. En wat wij weten is dat het twee Marokkaanse gezinnen zijn die elkaar naar het leven staan, maar waar heel de buurt enorm veel last van heeft. Er wordt gedeeld, er rijden grote auto's langzame manier rijden door de buurt. En nogmaals, men heeft overlast, er worden ruiten ingegooid. Mensen die iets zeggen, die worden uitgescholden. Dat soort zaken. De politie bevestigt de inval. Het jongerenwerk in de buurt wijst door naar de gemeente. En de gemeente wil nog niet reageren, omdat het onderzoek nog loopt. In de Nachtegaalstraat gold vorig jaar een samenscholingsverbod, maar dat is inmiddels opgeheven. Eén ding staat vast, wat nu is, kan gewoon niet, mag niet doorgaan. Dan moet nu paal en perk aangesteld worden. En ja, we hebben dat een paar keer gevraagd, maar ik denk dat nu ongeveer wel de maat vol is. Het sluit niet de ogen voor de werkelijkheid. De buurt leeft in angst en dat kan gewoon niet de bedoeling zijn hier in het Westland. We moeten oppassen dat we geen tweede Maassluis worden. De LPF en Westland Verstandig eisen nieuwe actie van burgemeester Van der Tak. Later deze maand is de Nachtegaalstraat opnieuw een agendapunt in de Westlandse gemeenteraad. Hij hoeft niet alles te vertellen wat men dacht dat er was of wat men heeft aangetroffen. Maar wel vinden wij dat de communicatie naar buurtbewoners, zeker in een buurt als deze, waar het al lange tijd speelt, waar mensen best wel geïrriteerd zijn, waar mensen ook zich afvragen in hoeverre de burgemeester wel de juiste man is op de juiste plek voor wat betreft de veiligheid die hen aangaat, dat op dat punt toch duidelijke wijn wordt geschonken. Het zou moeten zijn dat de burgemeester samen met de politie en met de officier van justitie gewoon een harde aanpak hier gaat toepassen. We hebben het eerder in de Esdoorn gedaan, daar is het heel goed gelukt, dus het kan best. Dus nu is het gewoon een kwestie van mij opstropen en aanpakken. En het is natuurlijk heel leuk dat je constant in China zit, maar zorg wel dat je thuis de boel op orde hebt.